Of the great War of the Ring, many songs have been sung and many tales told. The names of heroes like Gandalf the Grey, Aragorn the King, and Frodo the Ringbearer are greatly revered, and rightly so. Yet Sauron's grasp stretched much further than the lands of Gondor and Rohan alone. And his forces might have done great evil in the north of Middle-earth, had a handful of heroes not stood in his path. Their stories, too, deserve to be told. Pay heed now to one such tale, which begins here in the town of Bree, just a few short days before Frodo arrived on his quest. Hallo mensen van Airday Gaming, ik ben Björn en ik wilde een nieuwe serie gaan starten. En waarschijnlijk heb je al iets gezien van wat ik bedoelde. Misschien ken je het spel, misschien niet. Ik hoop dat je het leuk gaat vinden. Het heet Lord of the Rings War in the North. En nou goed, we gaan meteen beginnen. Ik ben een beetje vooruit geweest. Het is normaal, begin je zeg maar in een kroeg. En daar praat je dan met Aragorn. En Aragorn vertelt dat je dan over... wij het evil van Mordor moeten stoppen. En dat wij op zijn minst moeten vertragen. En dit speelt zich zeg maar af. Een aantal dagen voordat Frodo in die kroeg komt en begint te praten tegen Aragorn, voor de mensen die de film hebben gezien of het boek hebben gelezen. Ik weet het niet, ik ben zo ver gekomen. Ik ken voor de rest heb ik geen idee wat het allemaal inhoudt. Dus we gaan het even zien. Slow-mo. Ik merk dat het geluid vrij hard staat. Ik zal even iets zachter zetten. Zo. Ja, het is op. Oké. Ik heb dit spel gekocht. En het leek me een leuk spel. En ik dacht van, nou weet je, ik ben bezig met Crysis. En zoals ik vorige keer heb gezegd, af en toe gaan spellen je gewoon vervelen. Dus ik heb gezegd van oké, ik ga ook wat anders doen. Dus ik dacht, nou laat ik dit gaan doen. Lijkt me wel leuk om te doen. Dus goed, we zien wel hoe ver we komen. En ik verwacht de reacties binnenkort. Of als het filmpje geüpload is. Dus dan gaan we zien of mensen het leuk vinden. Dus laat alsjeblieft een comment achter met wat je ervan vindt. Ik vind het slow-mo. Ik vind het fantastisch als jullie mij backup geven over dit soort dingen. Want dat is gewoon... Ja, weet je, ik probeer het ook maar een beetje. En ik heb ook geen idee wat jullie willen zien en zo. En natuurlijk, ik hoor er ook veel mensen die zeggen, ja, ik wil Minecraft en zo. Maar weet je, er zijn meer spellen dan Minecraft. En daarom laat ik een paar dingen zien en dan kun je nu reageren van, oké, dit vind ik leuk, vind ik niet leuk. En dan gaan we dus even zien hoe ver we komen. Dus ik hoop dat het deze serie een beetje blijvend is. Want ik denk dat ik het wel leuk ga vinden. Maar goed, we zullen zien. Ik hou het in de gaten. Even kijken hoor. Oh, jezus. Oh, sweet motherfuckers. Ik ga even naar binnen. Nee. Aan de kant. Critical kill. Ik doe vrij veel damage. Je kan zeg maar kiezen uit drie champions. Je hebt zeg maar de dwarf, ferret, je hebt de human ranger zeg maar.
Ik weet niet precies. Eradan is de human. En Andriel is dan de elf. Oh, ik chopte net zijn hoofd eraf. Dat is wel baas. Oké, dat is dus de elf. En volgens mij kun je elke keer dat je speelt, kun je een nieuwe, een andere champion kiezen. Dus nou ja, goed, zeg maar dat je dan speelt als diegene. Het is zeg maar de fellowship, zeg maar een soort van party waarmee je speelt en je kunt wisselen tussen de spelers elke keer als je weer begint. Dus als jullie de dwarf niet leuk vinden, dan kan ik altijd nog wat anders doen. Dus ik hoor graag. Ik hoor graag of jullie nog wat anders willen zien. Misschien dat ik wat ga veranderen. Ik weet het niet. Oh, wacht. Je kunt natuurlijk ook skills. Dus even kijken. Wat hebben we? Laten we bij hem maar gewoon strength doen. Dat is wel zo handig. Ik bedoel, dat is toch wat de draw voor is. Oké. Okay. Dan hebben we... Is dat de skills? Ja, top. Ik wil graag deze hebben. Is dit? Ja, top. Oké. Okay. Keep changes. Top. Oké. Okay, holy shit. Dat vind ik baas. Dat vind ik echt baas. Je hebt zeg maar zo'n pijltje. Die staat boven in het hoofd. En als die geel is. Dan, als hij dan een final strike. Dan is hij in één keer dood. Dus. Zeg maar, dan krijg je zo'n critical hit. Moet ik nou serieus overal mee helpen? Oké. Okay, Andriel, I'm gonna help you. Hup, en weer slow-mo. Ik vind het best wel baas dat ze dat zo hebben gedaan. Oké. Hier, focus point of interest. Oké, daar is dus de deur, daar moeten we heen. Eens even zien. Wat gaan we doen? Ja, zoals er in die update video, de server tour, is gezegd. We zijn erg druk bezig met... in-game kanaal en nog andere dingen en we proberen het kanaal zo groot mogelijk te krijgen. Dus vandaar dat we af en toe wat minder actief zijn op ons eigen kanaal. En ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Want jullie kunnen altijd nog onze dingen volgen op in-game kanaal en op misschien binnenkort op Dus David Games. Dat weet ik niet. Dat hangt helemaal vanaf hoe dat loopt. Waarschijnlijk gaat het nog niet gebeuren. Ik ga geen dingen zeggen die dan misschien later niet waar worden, zeg maar. Daar hou ik niet van valse beloftes. Maar goed, we zullen zien hoe ver we komen. Dus ja, even kijken hoor. Wat hebben we hier? Moet ik hier dan? Oh, ik hou ervan om in mijn echte RPG player. Ik neem altijd alles mee. Hier moeten we heen. Oh shit. Is everyone unhurt? Yes. These ruins are not sound. We must oh, Falin ben ik niet. Farid. Falin. Kan ik dit? Inspect. There's a hidden way through this one. Baas. Loot items. En zo zien we wat we nog meer. In een kist. Kijk, dat soort dingen vallen mij dan weer op. Ik weet niet, waarschijnlijk was jullie ook wel zo slim zijn jullie. Dus, we gaan even kijken. Wat hebben we hier? Ik denk hier... Oh, mijn telefoon ging af. Wat hebben we hier mee? Oh, wacht, hier zit een dude. Hello, dude. Yes. Ik vind dwarfs echt baas. Ik weet niet, ze zijn... Klein, maar toch echt enorm sterk. Ik weet niet, ze doen iets. Ja. Are you ready to rumble? Ready to rumble. En cinematics. Oh, die dudes zien er tough uit. Je moet mee uitkijken. These goblins are small, but deadly all the same. Come at me, bros. Oké, wacht. Dat is handig.
kwijt. Krijg weer helft erbij. Let's kill this bastard. Oké, wat hebben we hier nog? Oh, hier hebben we die. Een beetje samenwerken natuurlijk. Ze doen echt vies veel damage trouwens. Oké, ik ga de episode niet te lang maken. Dus ik ga, als deze hoort af is, ga ik weer stoppen. Doe twee. Kom op man. Oh wacht, je hebt een power nodig ook. Oh, dat wist ik helemaal niet joh. Je hebt zomaar een soort van mana. Nee, de arrows zijn er weer. Oh jongens, dit is echt. Ik ga bijna dood de hele tijd joh. Het is dat het schild er is, anders was ik waarschijnlijk al dood. Nee, ik moet echt naar binnen. Oh my god, nee! Die archers doen vies veel damage, zie ik. Get die archers. En hier word je geheeld. Top. Oh, dat wist ik niet. Ik laat jullie even het werk doen. Oh, wacht. Je kan ook blokken. En charge. Die, you foul creatures. Gekke orks. Die! Fatal blow. A final blow. Oké. Loot items. Dat is wel handig. Oh, daar is de gate. Oké. Oh, daar is de volgende. Dat is de checkpoint. Dus dat betekent dat ik hem hier ga stoppen. Wat was dat? Oké, nou goed, dat betekent dat ik hem hier ga stoppen. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat alsjeblieft achter wat je ervan vond. Dan kan ik erop inspelen. Dan kan ik misschien stoppen, misschien niet, weet ik het. En dan ga ik jullie volgende keer weer zien. Ik spreek jullie volgende keer. Björn, out!